voel je vrij om dingen die je opvallen te delen. We gaan beginnen. Om te beginnen wil ik graag het woord geven aan Rico van Windkracht 5. Ja, goedemorgen allemaal. Welkom bij deze tweede breakfast booster van Windkracht 5. Mijn naam is Rico Buffinga en ik ben consultant bij Windkracht 5. Windkracht 5 is een organisatieadviesbureau gericht op de energiesector. En door onze inzet willen we eigenlijk beweging brengen in die energiesector, in die energietransitie. Nou, dat doen we door onze projecten bij onze klanten, maar dat doen we ook door belangrijke thema's met ons netwerk te bespreken. En daarvoor is de Breakfast Booster een ideale manier. Nou, vandaag doen we dat met Nancy Beers en met Wiebre Jansen, die zal zo meteen in beeld komen. En gaan we het thema diversiteit en inclusiviteit met elkaar bespreken. Dus ik wens jullie veel plezier en inspiratie toe daarbij. Super. Take it away. Dankjewel. Nou, voor degenen die er de vorige keer bij zijn geweest, we beginnen iets minder hysterisch dan de vorige keer. Maar ik heb wel even wat leuke stellingen om alvast het brein alvast even een beetje aan de bak te zetten. En dat doen we met een soort van petje op, petje af, maar dan met camera aan, camera uit. Ik heb een paar stellingen en ik zou jullie nu eventjes willen vragen om je camera allemaal uit te zetten. In tegenstelling tot wat ik net zei. En ik lees wat stellingen op en ik zou graag willen dat je de camera aandoet op het moment dat jij vindt dat de stelling op jou van toepassing is. En als je je er niet veilig bij voelt, kun je altijd de camera uitlaten. Dus die keuze heb je altijd. De eerste vraag die ik heb is, ik kom uit een eenoudergezin. Er zijn wel wat eenoudergezin mensen. Ja, hey. Mooi, hoi. Fijn dat jullie er zijn. Jullie mogen de camera weer uitdoen. Tweede vraag is, ook niet altijd even zichtbaar. Ik ben een mantelzorger. Ik heb mantelzorg voor iemand. Ja. Wat uiteraard ook best wel wat effect heeft op de werkvloer. En voor jezelf. Dank jullie wel. En wat fijn dat jullie het kunnen doen. Ik behoor niet tot een diversiteitsgroep. Dank jullie wel. Die hebben we ook. Ja. En daarmee zijn jullie misschien wel weer divers. Ja. Dat is wel mooi. Mijn gezinssamenstelling ziet er niet uit als een willekeurige supermarktreclame zoals Albert Heijn of Jumbo. En dan weten jullie waarschijnlijk wel wat ik ongeveer bedoel. Ja, ja, supermarktreclame. Rico heeft een supermarktreclame gezien. Mooi. Goed, we doen er nog 2,5 eigenlijk. De eerste is, ik heb wel eens een diversiteitstraining gevolgd op mijn werk. Zet je camera aan als je wel eens een diversiteitstraining hebt gevolgd. Iets over diversiteit, inclusie, dat soort dingen. Deze groep mensen, prima. Laat je camera aan als het op dit moment nog steeds blijvend effect heeft, die diversiteitstraining op jouw werkvloer. Heeft het nog steeds blijvend effect, die training? Er is nog hoop voor de diversiteitstrainers onder ons. Fijn, helemaal goed. En dan de laatste vraag is, ik woon in een koopwoning. En mijn koffiezetapparaat spoelt nog even op de achtergrond. Voor het geval je je afvroeg, wat is dat vreemde geluid? Oké, okay. Hartelijk dank. Ja, ik ben er klaar. Ik ga nu met heel veel liefde en plezier Wiebren aankondigen. Wiebren heeft voor mij in ieder geval al heel veel zin van onzin gescheiden. Het fijne is dat Wiebren daadwerkelijk onderzoek doet naar diversiteit. En dus ook heel veel onderzoeksresultaten met ons kan delen. Ja. Hij gaat een presentatie doen van 20 minuten. En daarna gaan we met z'n allen in discussie in kleine groepen om ook daadwerkelijk met dit aan de slag te gaan. Dus Wiebren, ja. Ik ga je presentatie aanzetten en dan kan het gaan goed. Gaat het gebeuren? Kom ik ineens heel dichtbij?
Ja, dankjewel Nancy en Rico voor de uitnodiging. Daar gaat de presentatie. Ik ben blij om hier te zijn. Ik ga jullie iets vertellen over diversiteit en inclusiviteit. In het algemeen, maar ook in het bijzonder voor de energiesector. Het is wat Nancy al zei, ik doe onderzoek naar hoe organisaties diverser en inclusiever kunnen worden. En dit is een heel belangrijk maatschappelijk en ook heel actueel thema. Dus er zijn heel veel organisaties bezig met dit thema. En het bijzonder geldt het ook voor de energiesector. Dus dit is een greep uit krantenkoppen die ik heb verzameld. Kijk, de slides overgaan. Zie je de goede? Ja, hij switcht naar de volgende slide. Gaat hier nog? Ja, daar gaat hij. Ja. Dus een greep uit krantenkoppen die ik verzameld heb op internet. En dan zie je dus inderdaad dat ook in de energiesector er best wel wat aandacht is voor diversiteit en inclusiviteit. En daar zijn allerlei hele duidelijke redenen voor. Nancy, ik weet niet of anderen dat wel zien. Ik zie geen krantenkoppen. Ik zie alleen deel 1, wat is diversiteit? Oké, sorry. Je ziet steeds zeg maar jouw next slide. Dat zijn hele duidelijke redenen voor. Hè? Dus enerzijds is het zo dat diversiteit belangrijk is om te investeren in diversiteit, omdat het kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke ongelijkheid. Anderzijds is het ook zo dat diversiteit organisaties allerlei kansen biedt. Ik zal deze presentatie daar iets verder op ingaan en ook proberen aan te geven van wat kunnen we dan doen om die kansen te benutten. Nou, laten we beginnen met de basis. Hè. Dus diversiteit en inclusiviteit, dat zijn begrippen waar wel veel mensen wel ideeën over hebben. En ook misschien zelf ervaringen mee hebben. Maar wat we merken is dat die ideeën en die begrippen nogal uiteenlopen. Nou, in de wetenschap doen we hier ook onderzoek naar. En we definiëren diversiteit vaak op basis van deze definitie van Kippenberg en Schippers. En wat hieruit blijkt is, dus diversity is a characteristic of social grouping that reflects the degree to which there are objective or subjective differences within the group. Nou, dat betekent eigenlijk in ieder geval ten eerste dat diversiteit te maken heeft met hoe groepen samengesteld zijn. Het is een groepskenmerk. Het gaat er niet zozeer om dat individuen divers zijn. Jij bent niet in je eentje een divers individu, maar het gaat eigenlijk al om, als jij samen bent met andere mensen in een bepaald team of in een groep, dan heb je diversiteit. Ja, dus als je nu bijvoorbeeld deze twee werkgroepen ziet, elk bestaande uit vier mannen. De linker werkgroep bestaat uit vier witte mannen en de rechter werkgroep uit vier zwarte mannen. Nou, dan is de vraag van welke groep is het meest divers in termen van huidskleur? En het antwoord is dus, ze zijn allebei even divers. En dat gaat er eigenlijk om dat dat de combinatie van mensen, zeg maar, dat maakt diversiteit. Dus de meest diverse groep zou zijn een groep dat bestaat uit twee witte mannen en twee zwarte mannen. Dus het is een groepskenmerk. Het gaat niet om individuen, het gaat om groepen. Het tweede wat heel duidelijk blijkt uit deze definitie, wat ik ook echt probeer altijd duidelijk te maken, wat Nancy ook met de stellingen heeft aangetoond, is dat er allerlei soorten verschillen zijn. Allerlei soorten verschillende vormen van diversiteit. Nou, ook hier hebben wij in het onderzoek geprobeerd wat ordering aan te brengen. Dit is eigenlijk een van de meest gebruikte typologieën die we gebruiken. En wat het zegt is, dat zijn verschillende soorten verschillen. Ten eerste zijn er verschillen die vooral van invloed zijn op hoe wij ons werk uitoefenen. Dat zijn taakgerelateerde verschillen. Maar er zijn ook verschillen die meer van invloed zijn op hoe wij elkaar behandelen en hoe wij elkaar zien. Dat zijn relatiegerelateerde verschillen. Dus dat is een belangrijk onderscheid. Het tweede onderscheid dat zij maken is tussen meer zichtbare kenmerken. Dus kenmerken die je meteen ziet als je iemand voor het eerst ontmoet. Hè. Dus je ziet dat ik een man ben, je ziet dat ik van middelbare leeftijd ben, et cetera. Maar er zijn ook meer onzichtbare verschillen. Dus je zult mij echt wat langer mee moeten maken om erachter te komen van wat mijn persoonlijkheid is, wat mijn, hoe ik in het leven sta, wat mijn seksuele oriëntatie is, et cetera. Dus er zijn ook onzichtbare kenmerken. Nou, wat we zien in zowel het onderzoek, maar ook in maatschappelijke discussies over diversiteit, is dat het begrip van diversiteit redelijk nauw wordt opgevat. Dus we zien dat de meeste aandacht eigenlijk uitgaat naar relatiegeoriënteerde, zichtbare verschillen. En daar zijn hele gegronde redenen voor, omdat dat ook vaak gestigmatiseerde verschillen zijn, waarin sprake is van maatschappelijke ongelijkheid.
Maar tegelijkertijd is het ook zo dat dit dus niet het hele verhaal is. Dat er heel veel andere verschillen zijn die een rol spelen. En we weten ook wel uit onderzoek dat vooral de onzichtbare verschillen, dat die een belangrijke factor spelen in hoe gemotiveerd mensen zijn op het werk, hoe zij kunnen presteren op het werk. Dus wij raden organisaties ook altijd aan om verder te kijken dan de geëikte categorieën. Dus verder te gaan dan geslacht, leeftijd, etniciteit en religie. Nou, dus dit is een beetje om jullie een idee te geven van diversiteit, gaat dus verder aan misschien de eerste categorieën waar je aan denkt. De tweede vraag die ik wil behandelen is: maakt diversiteit teams en organisaties nou beter? Zorgt diversiteit er nou voor dat wij als individuen beter gaan presteren en als organisaties betere resultaten behalen? Nou, dit is een van de meest onderzochte relaties in de wetenschap. Er is, ik denk, wel 60 jaar onderzoek gedaan naar deze vraag. En wat eruit blijkt, is eigenlijk, het hangt ervan af. Er zijn zowel positieve effecten van diversiteit op het functioneren van medewerkers, maar ook negatieve effecten. En dus aan de ene kant is het zo dat als je collega's anders zijn dan jezelf bent, dat zorgt ervoor dat je op een diepere wijze je informatie gaat verwerken. Dus dat je toch beter nagedenken over wat je precies doet. Het zorgt er ook voor dat je toegang hebt tot een groter sociaal netwerk. Hè? Dus als je met iemand werkt die heel anders is dan jij, die zich in hele andere kringen bevindt, dat zorgt er dus voor dat jij ook toegang krijgt tot die netwerk en daardoor allerlei extra hulpbronnen krijgt. Het zorgt ook voor een vergroting van je wereldbeeld. Ja, dus het zorgt ook voor dat je wat meer gaat twijfelen aan je eigen aannames over hoe de wereld in elkaar steekt. En dat heeft allerlei positieve psychologische effecten. Maar tegelijkertijd zijn er ook negatieve effecten. Hè? Dus mensen voelen zich ook wel een beetje bedreigd. Hè? Dus als u nadenkt over uw eigen vriendengroep, dat zijn mensen die op uzelf lijken. Dus dat zijn mensen van dezelfde leeftijd, geslacht, etniciteit, politieke voorkeuren. En dat komt omdat we daar ons heel prettig bij voelen. En die gelijkheid, dat trekt ons aan omdat we daardoor relaties met elkaar kunnen bouwen. En als we op het werk dan mensen tegenkomen die anders zijn, ja, dat kan het ook wel een beetje ongemakkelijk voelen. Dus het bedreigt ons zelfbeeld. Het kan ook leiden tot minder werktevredenheid en daardoor ook tot minder presteren. Dus echt een mixed bag. En datzelfde zien we ook op organisatieniveau. Dus enerzijds is het zo dat diversiteit echt hele goede kansen biedt aan organisaties. Het imago kan verbeterd worden. Organisaties kunnen betere besluiten nemen en meer creatief worden. Ze kunnen ook betere toegang krijgen tot markten. Dus je kunt ook je marktaandeel vergroten als je een meer divers personeelsbestand hebt. Maar ook hier geldt dus dat tegelijkertijd het zo is dat diversiteit, als het niet goed wordt gemanaged, daar kom ik straks op, juist leidt tot verminderde prestatie. Het leidt tot conflicten, tot verminderde cohesie, meer personeelsverloop en meer ziekteverzuim. Dus het is eigenlijk niet zo heel simpel. Althans, de vraag is simpel van werkdiversiteit, maar het antwoord is niet zo simpel. Het antwoord is eigenlijk, het hangt er vanaf. En het hangt specifiek af van de mate waarin de organisatiecultuur inclusief is. Dus onder sommige omstandigheden, als er sprake is van een inclusieve werkcultuur, dan kun je al die positieve voordelen realiseren. Terwijl als er niet sprake is van een inclusieve organisatiecultuur, ja, dan is werkdiversiteit juist contraproductief. Nou, wat is dat dan, een inclusieve organisatie? Opnieuw een definitie, maar ik denk dat het goed is om dat even scherp te stellen. Een inclusieve organisatie is een organisatie waarin alle medewerkers, ongeacht de verschillen en overeenkomsten, het gevoel hebben erbij te horen. Dus dat is één ding, dus geaccepteerd te worden. En jezelf te kunnen zijn. Dus dat je het idee hebt, ik hoef me niet te verbergen wie ik ben. Ik kan gewoon laten zien wie ik ben en alles wat ik vind en wie ik ben, kan ik inbrengen op mijn werk. Nou, dat is allemaal leuk en aardig, hè, van het gaat dus om het realiseren van de inclusieve organisatiecultuur, om de voordelen van diversiteit te benutten. Maar hoe doe je dat dan? Dus we zien dat. Dus ik werk zelf bij de Universiteit Utrecht en ik heb heel veel contact met organisaties die hiermee worstelen of hiermee bezig zijn. En er zijn best wel wat ideeën en wat mythes, zou ik willen zeggen, over hoe je diversiteit kunt stimuleren. De eerste is: organisaties worden vanzelf diverser en inclusiever. Terwijl we weten uit onderzoek dat zonder ingrijpen organisaties steeds homogener en exclusiever worden. En dat kun je zien, dat kun je een beetje begrijpen op basis van dit model, het Attraction Selection Attrition model. Dat model zegt eigenlijk van, er zijn in elk van drie fases is er een
tendens tot homogenisering. Ja, dus als je nadenkt over bij welke organisatie zou ik willen gaan werken, nou, dan ga je kijken naar welke organisatie past goed bij mij. Dus het heeft wel een beetje een selectie-effect op van wie kan ik bereiken als potentiële sollicitanten. Daarnaast is het zo dat als mensen op gesprek komen, dat de selectiecommissie ook echt een voorkeur heeft voor degene die op hen op zichzelf lijken. Dus ook opnieuw leidt dat tot een homogeniseringsproces. En tenslotte is het ook zo dat als mensen eenmaal binnen zijn, dat de mensen die afwijken van de norm ook eerder de organisatie verlaten. Dus die cyclus van dat attraction, selection, attrition, dat vereist dus dat organisaties hier actief op aansturen en ingrijpen om diverser en inclusiever te worden. Dus dat regelt zich niet vanzelf. Een tweede mythe die we vaak horen is om succesvol diversiteitsbeleid te ontwikkelen, moeten we de best practices vinden. Dus als we denken van als organisatie, dat is slim, we gaan niet zelf het bedenken, we gaan kijken naar andere organisaties. Wat doet die nou? En zijn die daar succesvol in? Klinkt een hele logische gedachte en op zichzelf, ergens klopt het ook wel. Alleen het grote nadeel van dit denkproces of van dit uitgangspunt is dat die lijsten met best practices die er zijn, dat die eigenlijk nauwelijks wetenschappelijk getoetst zijn. Je vindt het van alles op internet. Je moet een diversiteitstraining doen. Je moet inclusief werven. Je moet mentorprogramma's doen. Je moet je doorstroombeleid aanpassen, et cetera. Maar we weten eigenlijk heel, heel weinig over of die daadwerkelijk werken. Het tweede punt is, het tweede nadeel van die best practices, is dat wat werkt in de ene organisatie niet noodzakelijkerwijs goed werkt in de andere organisatie. Dus de context kan enorm verschillen tussen organisaties, waardoor je dus niet zomaar kunt kopiëren wat een andere organisatie doet. Ik eindig trouwens met op een positieve noot, om te kijken van wat kunnen we nou wel doen. Dat is misschien ook wel goed. Maar ik problematiseer er nog even iets verder. Een andere mythe is van ja, diversiteitsbeleid, we moeten gewoon beginnen. Hè, baat het niet, dan schaadt het niet. Terwijl ook dit is niet helemaal waar, omdat diversiteitsbeleid heel vaak kan leiden tot heel veel weerstand. Hè, dus dat zie je ook wel in deze slide. Hè, dus diversity policies rarely make companies fairer and they feel threatening to white men. How diversity training infuriates men and fails women. Hè, dus als er iets ook is wat we weten uit het onderzoek, is dat diversiteitsprogramma's niet altijd slagen. En dat ze ook echt wel tot weerstand kunnen leiden. En soms zelfs averechts effecten kunnen sorteren. Nou, hoe moet het dan wel? He, dus dat is de positieve noot. Hoe kunnen we nou er wel voor zorgen dat organisaties inclusief worden? Ten eerste is het van belang dat zij samenhangend diversiteitsbeleid uitvoeren. Dus dat betekent dat je eigenlijk ervoor moet zorgen dat je interventies richt op alle domeinen in de HR-keten. Dus het gaat niet alleen om het selectie- en het werkingsproces. Het gaat er ook om als je mensen binnenhaalt. Hoe zorg je ervoor dat ze gesocialiseerd worden? Wat is die onboardingstrategie? Ook heb je ideeën over hoe ze kunnen doorstromen naar vaste dienstverbanden of hogere managementfuncties? En heb je ook in kaart gebracht waarom mensen de organisatie verlaten? Is dat vanwege vrijwillige redenen of onvrijwillig? En verschilt dat misschien tussen verschillende groepen medewerkers? Weet uit onderzoek dat als je meer integraal management, meer samenhangend management voert, dat effectief is. Dat is een heel stabiel gebruik van elektriciteit, waarvan ik niet weet. Tweede punt is dat. Ik ga gewoon verder hoor. Dat interventies ook succesvoller zijn als het geen losse vodden zijn. Dus als je goed nadenkt over past dit bij de kernvisie van onze organisatie? Past dit bij wie wij zijn als organisatie? Past het bij onze missie? Kun je dat vervolgens vertalen in smart doelen? Kun je zorgen voor draagvlak? En kun je ook gaan meten of wat je doet ook daadwerkelijk effectief is? En ook daar zien we, en daar kom ik straks nog op, dat er nog wel wat winst te behalen is. En het derde is, ga niet zelf het nieuw uitvinden. Er is zo ontzettend veel bekend uit de wetenschap van wat werkt en wat niet werkt. En aan ons als wetenschap is het uiteraard de taak om dat naar jullie als beleidsmedewerkers of als de praktijk, mensen die in de praktijk werken, goed over te brengen. Maar er is zo ontzettend veel bekend en ik denk dat we daar echt de vruchten van moeten gaan plukken. Nou, dit hebben we ook onderzocht in ons eigen instrument, de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor. Dus we hebben eigenlijk in kaart gebracht in hoeverre Nederlandse arbeidsorganisaties voldoen aan deze drie voorwaarden.
Dus in hoeverre is het beleid samenhangend, evidence-based en systematisch ontwikkeld. En dan zien we toch dat een aantal dingen goed gaat en een aantal dingen nog wat beter kan. Dus overal, en dat kun je helemaal rechtsonder zien, is dat, dat de organisaties maar 41% scoren op onze scan. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk nog helemaal niet zo evidence-based werken. Je ziet specifiek ook dat er heel veel aandacht is, relatief gezien, voor de instroom van nieuwe medewerkers, maar veel minder voor de doorstroom en de uitstroom. Nou, een ander punt waar organisaties op dit moment ook veel meer worstelen is, we kunnen wel een visie bedenken van waarom diversiteit belangrijk is. Hè. Dat brengt ons allerlei voordelen, productief, creativiteit, we kunnen beter besluiten nemen, et cetera. Maar hoe kunnen we dat nou vertalen naar smart doelen? Hoe kunnen we dat nou echt heel concreet maken? En tenslotte, hoe kunnen we dit ook meten? Als we iets gaan doen, hoe kunnen we dan een goede evaluatiestrategie op poten zetten? Dus ik denk een aantal zaken gaat goed. En dat moeten we ook vooral blijven benadrukken. Maar op sommige vlakken is... dit was mijn presentatie. Ik dank jullie voor jullie aandacht. En ik zie graag alle vragen tegemoet. Dank jullie wel. Wieber, fantastisch. Ja. En wat lekker kort en krachtig. En helder en duidelijk. Ik wil jullie heel graag... een uur is kort. En we gaan waarschijnlijk niet de tijd hebben om alle vragen die jullie aan Wieber hebben te kunnen beantwoorden. Zijn e-mailadres staat nu in beeld. Mocht je meer informatie van hem willen, dan kun je hem dus bereiken op dat e-mailadres. Wat we nu gaan doen, als er nu hele prangende vragen zijn, ik geef jullie even 1 à 2 minuten om alle vragen die jullie op dit moment hebben in de chat te zetten. Als je onderaan in Zoom kijkt, dan gaan we even stoppen met delen. Als je onderaan in de... En even dichter bij de microfoon. In de chat kijkt, dan is het mogelijk om vragen in de chat te zetten. Vervolgens gaan wij jullie in groepen van 4 in breakout rooms zetten. En dan is de vraag aan jullie of jullie met elkaar in overleg willen gaan. Wat is een nieuw inzicht wat je hebt gekregen naar aanleiding van de informatie die je tot nu toe hebt gehoord? En is er iets waarvan je nu al weet, morgen kan ik hiermee aan de slag? Dus een van de belangrijke doelen van Windkracht 5 is om ook connectie te brengen binnen de energiesector. En dat is wat we nu gaan doen. Jullie krijgen dadelijk in groepen van 4, 10 minuten de tijd om het gesprek aan te gaan naar aanleiding van de kennis die jullie nu hebben gekregen van Wieberen. Dus nog even samenvattend, jullie krijgen nu een minuut de tijd om eventuele vragen die je nu al hebt aan Wieberen in de chat te zetten. Dan gaan jullie in groepen van 4 met elkaar discussiëren over het onderwerp. En hebben wij een bezielend koppel mensen die de top 3 vragen uit gaan kiezen, die als jullie terugkomen uit de breakout rooms beantwoord zullen worden door Wieberen. Zijn hier tot nu toe vragen over? En zo ja, dan kan dat nu. Hardop, met de mute-knop uit. Top. Dus neem nog heel even de tijd om dingen die nu alvast in je hoofd springen in de chat te zetten. Dan gaan Koziem, Rico en Wieberen dadelijk de top 3 vragen hieruit destilleren. Ah, daar zijn we allemaal weer, wat fijn. Ik hoop dat jullie goede gesprekken hebben gevoerd. Ging maar heel snel. Ja, hè? Ja, weet je, we moesten keuzes maken. We hebben een uur. En, het is, natuurlijk is het fijn. We hopen later dit jaar dat het gewoon weer mag met elkaar. Waardoor je ook na afloop wat makkelijker de ruimte nog kunt pakken. Maar goed, deze 10 minuten hebben we maar weer met z'n allen. Dus dat is hartstikke fijn. We hebben Wieberen, ik en Rico op de zijlijn en Gosia. En we hebben gekeken naar wat voor vragen er in de chat zijn gesteld. En daar hebben we een top 4 van gemaakt. We moeten even kijken in hoeverre dat past. Tot nu toe lijkt het goed te passen. Een vraag die heel veel voorbij is gekomen in verschillende smaken en vormen. Van onder andere Carina, Nessica Balt en Jolanda is... Hoe meet je inclusiviteit en hoe formuleer je daar doelen in? Hoe maak je het meetbaar? Hoe maak je het smart? Dat is een beetje die vragen we veel voorbij zien komen in de chat. Ja, dat klopt. Ja. Dat zijn ook vragen waar organisaties mee zitten. Hè? Want ze denken van ja, diversiteit, zeker als ze nadenken over
beslacht of etniciteit, van, ja, dat kunnen we tellen. Hè. Daar kunnen we gewoon op basis van onze personeelsadministratie een inschatting van maken en doelen opstellen. Terwijl de inclusiviteit meer een cultuuraspect is. En dat lijkt wat vager daardoor, wat minder hard te maken. Dus ik snap waar die vraag vandaan komt. Tegelijkertijd, nou ja, ik als psycholoog zeg maar, weet dat we ook die zachte kenmerken hard kunnen maken. Dus dat we dat ook kunnen kwantificeren. En dat doen we met ons onderzoek. Ja, dus met de Nederlandse inclusiviteitsmonitor ondervragen we ook medewerkers hoe zij de cultuur ervaren. En op basis daarvan kun je natuurlijk ook doelen stellen. Hè? Van, je kunt ook zeggen, net als bij een medewerkers tevredenheidsonderzoek, we willen gewoon dat, ja, dat wij op een 5-puntschaal een 4 scoren minimaal op inclusiviteitscultuur. Dus daar zijn zeker doelen voor te stellen. En ik denk, daar moet je ook niet voor schromen. Je kunt ook zeggen van, ik stel doelen als het gaat om de interventies die we willen implementeren voor het bewerkstelligen van een inclusiviteitscultuur. Dus we gaan een training doen. We willen dat in ieder geval de helft van onze medewerkers dat volgt. Dat ze echt denken van ja, het heeft inderdaad een blijvend effect zoals we al een beetje hebben uitgevraagd. Dus het is zeker mogelijk en het is ook belangrijk. Ja. Top, dankjewel. Een tweede vraag die wij en jij ook wel interessant vond is, die kwam van Wendy. Zijn er verschillen tussen grote en kleine organisaties? Weten we daar meer over? Ja, daar weten we iets meer over. Dus wat we zien is dat grote organisaties veel vaker diversiteitsbeleid voeren dan kleine organisaties. Hè. Dus die hebben toch meer middelen om dat te doen. Maar ook die hebben meer noodzaak om dat te doen. Dus, we zien dat het een belangrijker thema is voor grote organisaties dan voor kleine organisaties. Het is wel zo, dus dat heeft betrekking op het beleid. Het is wel zo dat kleine organisaties soms wel als inclusiever worden ervaren, hè, omdat er juist minder diversiteit is. Ja, dus ik gaf al een beetje het voorbeeld van die vriendengroep. Nou, dat is vaak een kleine groep die je zelf hebt uitgekozen. En dat geldt eigenlijk ook voor kleine arbeidsorganisaties. Daar kent iedereen elkaar. Dan heb je toch meer zeggenschap over met wie je samenwerkt. Die worden daardoor als inclusiever ervaren. Ja. Top. We hebben wat meer ruimte in de tijd dan we initieel hadden gedacht. Dus ik denk dat we er in plaats van 3-4 vragen gaan doen. We hebben nog een minuut of 6 tot het volgende onderdeel. Oh, 5, okay. Dus ja. Weet dat. Een van de vragen die ik ook heel interessant vond, is, er is veel aandacht voor instroom binnen bedrijven. Ja. Maar ik heb zowel uitstroom als inderdaad doorstroom ook gezien als vraag. Van Carla Clarisse heb ik hem gezien en er was nog iemand die vroeg, is er ook iets te zeggen over inclusiviteit bij uitstroom? Ja, zeker. Dus we zien dat de meeste activiteiten zich richten dus op de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Hoewel ook daar echt wel wat winst te behalen is. Maar dat er veel minder aandacht is voor het doorstromen van medewerkers. En ook om in ieder geval een zicht te brengen van waarom verlaten de organisaties. Nou, waarom is dat van belang? Nou, dat heb ik al een beetje proberen te laten zien met het Attraction Selection Attrition model. Dus we zien dat als je geen uitstroombeleid voert, als je niet in kaart brengt van waarom mensen een organisatie verlaten, dan is de kans gewoon echt aanwezig dat er een draaideureffect ontstaat. Dus dat je met mensen met heel veel moeite binnenhaalt, maar dat ze eigenlijk net zo hard weer de organisatie verlaten. En dus we zien het ook wel met vrouwen in STEM-sectoren, dus science, technology, engineering en math, waaronder de energiesector, dat er dus heel veel aandacht is aan het werven van vrouwelijk talent. Maar dat er heel weinig wordt gedaan om ze ook dat te behouden. Dat is van belang, omdat het is A, gewoon het is heel, heel duur om weer mensen te vervangen. En B, ja, je zorgt echt voor dat je dus niet kan profiteren van diversiteit. Nou, dan is het hoe doe je dat? En je kunt een van de meest gebruikte interventies zijn exit interviews. Dus als iemand een organisatie verlaat, dat je toch even gaat zitten met hem of haar om te vragen van, nou, hoe heb je het ervaren en waarom ga je weg? Je kunt het ook op een minder intrusieve manier doen door gewoon linkjes te sturen naar mensen die de organisatie verlaten. Om een beetje een beeld te krijgen van waarom gaan mensen weg? En zijn er dan grote verschillen tussen bepaalde groepen medewerkers? En ook hier kun je ook weer doelen opstellen. Hè? Je kunt ook zeggen, we willen dus geen verschil hebben tussen groepen medewerkers in vrijwillige of onvrijwillig vertrek. Ja. Mooi. We hebben het doorstroom en uitstroom gehad. Gaan we toch nog even ook over het werven hebben. En hoe zorg je ervoor, met name dan in de energiesector kwam er een hele mooie vraag in de chat voorbij.
Hoe zorg je ervoor dat oude energie, nieuwe energie, dat we ervoor kunnen zorgen dat het ook aan de instroomkant goed gaat? Ja, dus ik zei van er gebeurt al heel veel op de instroomkant, maar ook nog niet. Er is nog echt zo echt gewoon winst te behalen, zeg maar. Hmm. Kijk, opnieuw met het Attraction Selection Nutrition model bleek al van, ja, dat mensen hebben een voorkeur, ook in selectiecommissie, zeg maar, aan mensen die op zichzelf lijken. Dat praat toch wat makkelijker en daar staan we meteen al positief tegenover. Terwijl ja, juist als het gaat om die energietransitie en sowieso überhaupt om innovatieprocessen, heb je ook mensen nodig die afwijken van de norm. Dus hoe zorg je ervoor dat je die binnenhaalt? Nou, in je selectieproces kun je dat ten eerste doen door hele goede criteria op te stellen. Van aan welke eisen moet deze kandidaat nou precies voldoen? En denk daarbij verder zeg maar, van al wat je in huis hebt. Denk er dus meer aan van hoe kan ik complementariteit bewerkstelligen? Hoe kan ik een selectiepakket samenstellen waarin we iemand binnenhalen die ons aanvult? Ten tweede is het ook van belang dat je de bias, de vooroordelen die in het proces zitten, zoveel mogelijk probeert uit te halen. Dus dat betekent eigenlijk dat je vacature teksten bijvoorbeeld seksneutraal gaat opstellen, dat je niet vraagt om iemand die heel assertief is of dominant of een sterke leider, zeg maar, helemaal woorden die geassocieerd worden met mannelijke eigenschappen. Dus daar kun je een screening op doen van hoe werven mensen eigenlijk. Welke kanalen zet je in? Adverteer je alleen in de Volkskrant en NRC of heb je ook andere werverskanalen die je inzet? Maar ook als, hoe stel je de commissie samen? Ja, is de selectiecommissie überhaupt divers? Stellen we iedereen dezelfde vragen in dit proces? Met dezelfde volgorde van vragen? Geven we iedereen dezelfde tijd om de vragen te beantwoorden? En als je iedereen gesproken hebt, gaan we dan ook daadwerkelijk iedereen onafhankelijk van elkaar, dus alle commissieleden onafhankelijk van elkaar, gaan dezelfde persoon reten op dezelfde criteria. En hou je ook aan die criteria? Dus daar is best wel wat. Er zijn hele hands-on manieren, zeg maar, om die bias uit dat werving- en selectieproces te halen. En ik denk, dat geldt natuurlijk ook voor de energiesector. Hè? Dus daar wil je natuurlijk ook mensen binnenhalen van die dus werkzaam zijn in de nieuwe energie. En dat vereist dus dat je daar kritisch kijkt naar je werving in je selectieproces. Ja, mooi. Ja. Top. Dit is de tweede versie van de Windkracht 5 Breakfast Booster. In de eerste versie op 11 maart hebben wij Sanne de Boer te gast gehad. En daar hebben we de doorgeefvraag geïntroduceerd. Ik heb aan Sanne gevraagd. Sanne is schrijver van het boek De Energietransitie Uitgelegd. Zeker een aanrader als je werkzaam bent in de energiesector. Heb jij een vraag voor onze volgende gast? En dat is ook terug te vinden op YouTube. Ook deze opname zal daar worden gedeeld, inclusief alle linkjes naar de informatie die je misschien achteraf nog wilt hebben. En ik wil Wiebre vragen of jij de vraag van Sanne wilt beantwoorden. Die komt niet uit de lucht, hij heeft erover kunnen nadenken van tevoren. De vraag van Sanne luidde als volgt. Wat voor type rolmodellen hebben we nodig om mensen die sceptisch, angstig of in de weerstand zitten mee te krijgen? Heeft dit ook te maken met diversiteit of mensen die beter aansluiting vinden bij deze groep mensen? Kan diversiteit hier een bijdrage aan leveren? Nou, Sanne, dat kan zeker. Dank voor je vraag. Dus inderdaad, hè, dus met elke verandering, dat vinden mensen onprettig, zeg maar. En dat geldt in het bijzonder ook voor diversiteit, maar ook voor de energietransitie. En in het diversiteitsonderzoek weten we dat het in ieder geval aan twee factoren ligt. Ten eerste, mensen voelen zich buitengesloten. Het gaat eigenlijk niet over wie ik ben. Ik ben geen vrouw, ik heb geen migratieachtergrond, ik ben niet een oudere medewerker. Ik hoor niet bij diversiteit. Dat is één ding. En dat geldt natuurlijk ook voor de energiesector. Energietransitie, ik hoor ook bij deze transitie. Het is ook in mijn belang. En het tweede is van, profiteer ik er ook van? En dat geldt bij het diversiteitsbeleid, geldt erover, als interventies gericht zijn op het werven van vrouwelijk talent, dan heb ik daar niks van aan. Terwijl je ook kunt zeggen van, ja, als organisatie presteren we daar beter voor. Of als Nederland hebben we dat uiteindelijk nodig, zeg maar, om de leefomgeving van iedereen te kunnen verbeteren. Dus je moet echt zorgen voor om iedereen aan boord te krijgen. Dat is het belangrijke. Mooi. Bij de thema's, ja. Dankjewel. En nu is dan de vraag voor de doorgeefvraag. De eerstvolgende Windkracht 5 Breakfast Booster zal plaatsvinden op 23 september.
We weten nog niet helemaal zeker of dat fysiek wordt of dat het weer in een webinarformat zal zijn. We hopen eigenlijk dat het een keer fysiek kan, zodat we echt een keer een kopje koffie en een croissantje met elkaar kunnen eten. Maar we weten in ieder geval zeker dat het dan gaat plaatsvinden. En onze gast is op dat moment Joris Putman. Dus de vraag aan jou, Wibren, is: welke vraag zou jij willen stellen aan Joris Putman? Ja, ik zou Joris graag willen vragen, want we weten van het diversiteitsbeleid dat vereist actief ingrijpen. En we zien ook dat de overheid hier een hele aanjagende rol vervult en ook een voorbeeldfunctie heeft. Dus ik zou Joris willen vragen, van geldt dit ook voor de energietransitie? Is het zo dat de overheid hier een trekkende rol in moet vervullen? Of is de rol van de overheid vooral dat zij voorwaarden moet creëren, zodat private partijen hierin de leiding gaan nemen? Dus wie is in de lead? Interessante vraag, mooi. Wibren, onwijs bedankt. We gaan over naar het slotstukje. We willen heel graag van jullie weten in de chat, zodat we dat opgeslagen hebben voor de toekomst. We willen een korte evaluatie doen en daarbij aan jullie vragen: zijn er verbeterpunten of complimenten? Dat mag ook, zeker voor Wibren, want die heeft volgens mij gewoon een fantastisch verhaal neergezet. En is er misschien iets wat jullie in de toekomst graag zouden willen zien tijdens een Windkracht 5 Breakfast Booster? Zijn er dingen waar jullie nog wat over willen horen of over willen zien? En wat misschien ook leuk is om van elkaar een beetje te weten wat er heeft gespeeld. Zijn er nog dingen die jullie zijn opgevallen in de breakout rooms? Sessies die jullie met elkaar hebben gehad, waarvan je dacht: hey, dit heb ik ervan geleerd, of hier kan ik morgen mee aan de slag. Dus de vraag is eventjes: willen jullie wat feedback in de chat? Onderaan in de balk vind je een knopje naar de chat in Zoom. Deel alsjeblieft zoveel mogelijk commentaar, feedback, tips, tops, flops of ideeën, leerpunten die je met ons kunt delen. En dan doen we dadelijk nog even een afsluit. Oefening om weer nog een beetje fysiek in beweging te komen. Ontzettend bedankt. In ieder geval aan de mensen die nu vertrekken. We doen nog een leuke afsluiter en dat heet het fotohokje. En ik ben namelijk serious play expert. Dus ik speel spellen met mensen om dingen aan en af te leren. En een van de dingen die ik vaak doe aan het eind van een sessie, om iedereen nog even met een extra energy boost weg te de rest van de dag in te gaan, is een leuke fysieke oefening. Fotohokje kennen jullie misschien van de NS, dat je op het station zo'n krukje naar boven en naar beneden zet, dat je met z'n vieren in je puberteit in zo'n hokje probeert te proppen. Wij gaan fotohokje spelen nu. En het eerste wat ik wil doen is vragen of je je camera uit wil doen. En ervoor wil zorgen dat het eruit ziet alsof je je in een jungle bevindt. En daar krijg je 1 minuut de tijd voor. Creëer een jungle. Creëer een groene omgeving. Trek je kat erbij, je giraf als je die in de tuin hebt staan, je alpaca. Dus zorg dat het er, dat het er, dat we de energietransitie in beeld hebben. Kijk, we doen is ook al helemaal los hier. En je krijgt nog heel even. En er wordt dadelijk, Margot, die doet dadelijk het fotomoment. Pak nog even je huisdier bij de kladden. En dan mogen de camera's aan over 10 seconden. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En doe de camera's allemaal maar aan. Ja, oh, ik zie fantastisch. Oh, er is iemand gewoon buiten gestaan. Dat is snugger, zeg. Mooi, goeie jungle. Maar gauw geef je me een duim als je de screenshot hebt gemaakt. Ik zie een duim. Prima, we doen er nog 2. Prachtige jungles, mensen. Heerlijk, wat ziet het er lekker vandaan. Mensen lachen. Fijn. Goeie om de dag even te beginnen. Oké, er komt er nog een creatieve oefening. Zet je camera maar even uit. En het kan me niet schelen of je er al in hebt of niet. Maar ik wil aan je vragen. Zoek er hier uit. Maak een baard. Maak een baard. Dus, word creatief. En zorg dat je een baard hebt. En je krijgt 1 minuut de tijd om een baard te maken. Ik zie hier 2 mannen naastig zoeken naar van alles en nog wat. Deze kan ook, hè?
Maak een baard. Weet je of we allemaal een baard hebben? Ja, ik zie hier goede baarden verschijnen. Oh ja, topbaard dit. Oké, dan over 10 seconden mag de camera weer aan. Over 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Nou hier, allemaal baarden zijn. Die zullen te kaperen varen. Blijf even in beeld, zodat Margot de kans heeft om een screenshot te maken. En ja, je komt hiermee op internet. Ja, te laat. Ja, jammer joh. Super. Allemaal baarden. Ik zag ook slimme haarbaarden. Heel snugger gedaan. Super tof. Dan doen we er nog eentje. Nee, we doen er nog twee. Oké, dan we doen er nog twee. En dit is een vrij korte, dus deze kan snel. Zoek het meest gekke hoofddeksel dat je kunt vinden. Dus doe je camera uit, zoek een gek hoofddeksel. En over 30 seconden gaat de camera weer aan. De ene laatste, bear with me. Wat leuk is dat als je als spelletjesbedenker dan niet had nagedacht over het feit dat je gasten in de studio ook mee gaan doen. Dat is echt waanzinnig. Er gebeuren hier mooie dingen. Goed, we gaan over de camera's aan over 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En doe de camera's maar aan. Gekke hoofddeksels. Yes. Margot, topfotografen. Check hem. Yes. Helemaal goed. En een persoonlijk favoriet van mij die ik leuk vind om mee te eindigen. En daar hoeft de camera niet per se voor uit. Maar het is wel handig als wij even op het gelijke moment allemaal hetzelfde doen. Er is een dame die heet Rosie de Riveter. De meeste mensen zegt het wel wat, sommige mensen niet. Dat is ook oké. Rosie de Riveter was de dame die op de poster stond in de Tweede Wereldoorlog. Met haar rode hoofddoek om en haar spierbal omhoog, zeg maar. We can do it. Je ziet het veel posten, het is het veel gekopieerd. En ik zou heel graag met z'n allen de Rosie de Riveter fotohokje doen. Dus iedereen graag eventjes à la Rosie de Riveter in het scherm. Yes, we can do it. Diversiteitsbeleid, here we come. Mother. Nou, Nancy, moet je zo vloeken? Ja, en dan ga ik even naar Margot kijken. Margot, heb je? Ja, we hebben hem. Lieve mensen, heel, heel hartelijk bedankt. Lieve Wiebren, heel, heel hartelijk bedankt voor je interessante kennis. We zien jullie heel graag. Schrijf hem alvast in je agenda. 23 september met Joris Putman. Tot de volgende Windkracht 5 Breakfast Booster. Hartelijk dank.